In het hart van Oost-Vlaanderen, in de voortuin van de Vlaamse Ardennen, vind je de gemeente Erpenmeren. Erpenmeren is meer dan een gemeente, meer dan één gemeente. Een bonte mengeling van dorpen met hun specifieke eigenheid, structuur, dialect en bewoners. En toch is het stilaan één gemeenschap geworden met als eigenschap eenheid in verscheidenheid. Eens geland in Erpenmeren, blijf je hier gewoon. Van bij je geboorte word je in de watten gelegd, in het huis van het kind. Speeltuin, kinderopvang voor de allerkleinste. Maar ook jong en creatief geweld kan zich uitleven, met de grabbelpas of in het kunstatelier. Speelpleinwerking en schitterende jeugdbewegingen. Stuk voor stuk zijn het initiatieven en bewegingen die bijdragen tot een kwaliteitsvol jeugdbeleid. Bewegen is gezond, mag je wel letterlijk nemen. Een 80-tal sportclubs bieden een heel gevarieerd aanbod. Ze beschikken dan ook over voldoende infrastructuur, met 2 sporthallen, voetbalvelden, een Finse piste en veel meer. In clubverband of tijdens sportklassen, jong en oud beweegt in Erpenmeren. Want hier is stilzitten geen optie. Cultuur met grote of kleine C. Niet eens belangrijk. Honderden culturele activiteiten kleuren ons leven. Van lezing tot toneel, van boek tot concert. Je vindt het in Erpenmeren. Haal nu je uitpas en krijg nog meer goesting in culturele activiteiten die jou aanspreken. In de bibliotheek kan je terecht voor urenlang leesplezier. Bewonder en beleef poëzie en kunst in onze gemeente op diverse manieren en verschillende locaties. Van jongs af aan investeren wij in het aanleren van ondernemerschap. Om je creatieve, technologische, innovatieve of artistieke ideeën vorm te geven, beschikt FabLab over software- en hardware-tools en hoogtechnologische machines. Het is een multifunctioneel labo waarin bijna om het even welk ontwerp kan gerealiseerd worden. Door haar uitstekende ligging kan Erpenmeren zich engageren als bedrijfsvriendelijke gemeente met een innovatief karakter. Schitterende, warm, menselijke rust- en verzorgingstehuizen en serviceflats. Privé-initiatieven die stuk voor stuk kwaliteit hoog in het vaandel dragen. Vertrekkend vanuit de mens en zijn of haar noden en in samenwerking met de seniorenraad en seniorenverenigingen. Oud worden in Erpenmeren is heerlijk. Geprangd tussen E40 en driehoek Aalst-Zottegem-Gent verrassen de groene zones in onze gemeente je telkens weer. Heerlijke stukjes natuur die wij koesteren en bereikbaar houden. Genieten van rust en natuur en toch dicht bij alle voorzieningen. Ook dat is Erpenmeren. Hoeft het nog gezegd? Het molendorp van Vlaanderen. 9 watermolens of restanten ervan vormen een groot deel van ons cultuur-historisch patrimonium.
Onze unieke drietraps zolderwindmolen waakt op een trotse wijze over het glooiend landschap. De landelijke natuur wordt doorkruist door de molenbeken op het Denderbekken en het Scheldebekken. Dit is dé toeristische troef bij uitstek en een unieke basis voor schitterende wandel- en fietsroutes. Erpenmeren is meer dan een vast item in de verkeersinformatie. Erpenmeren is zoveel meer. Erpenmeren is meer dan een gemeente. Erpenmeren is meer dan één gemeente. We zijn telkens verheugd als je even langskomt.